Morning, morning, morning. Je gaat niet geloven. Weet je hoe laat het is? 7:45. 7:45. En ik ben uit mezelf... Nou nee, ik ben niet uit mezelf wakker geworden. De wekker ging. Maar het was niet zo'n moment van... Oh mijn god, als ik nu opsta ben ik de hele dag... Ja, de persoon die ik gisteren was. De persoon die je gisteren hebt gezien was Moppamel. Het kind van Mopper, Smurf en Gargamel bij elkaar. Dus echt, als ik te moe ben of als ik honger heb, daar worden we niet vrolijk van. Maar ik ben nu vet vrolijk. En ik was natuurlijk, dat doe ik altijd als eerste in de ochtend, een beetje dingetjes lezen, vlogs kijken, lalala. En ik had een artikel gelezen over de luie manier van gelukkig worden. Weet je nog dat ik dit zei? Mocht je zoiets hebben van, ja, ik wil ook gelukkig zijn, ik wil mezelf gelukkig maken... Probeer dan zoveel mogelijk om te gaan met mensen die je dat gevoel geven. En als je die mensen nog niet in je leven hebt, probeer ze dan op te zoeken. Want dat was voor mij wel de eerste stap naar geluk. Mezelf zoveel mogelijk omringen met mensen die mij naar een hoger niveau tillen van geluk. En nou, ik heb er nu data bij. Oké, heel veel onderzoek toont aan dat de mensen om je heen je gedrag beïnvloeden. Niet alleen jouw vrienden beïnvloeden jou, maar hun vrienden beïnvloeden jou ook. En de vrienden van hun vrienden beïnvloeden jou ook. Wacht, wait for it, er is meer. Een extra $10.000, dus zeg maar als ik jou $10.000 zou geven, geeft dat jou een 2% verhoogde kans op geluk. Tegelijkertijd, als je omringd wordt door gelukkige vrienden, heb je een 15% grotere kans om gelukkig te zijn. Zelfs een vriend van een vriend van een vriend die gelukkiger wordt... Geef jou een 6% grotere kans dat je gelukkiger wordt. Wait for it, er is meer. Een onderzoeker heeft zelfs een resultaat gevonden dat als een vriend van jou of een vriendin in de afgelopen 6 maanden gelukkig wordt, dat er 45% kans is dat jouw geluk ook toeneemt. Ik ga niet douchen, want ik heb zo meteen ook iets superleuks waar ik gelukkig van word. Ontbijt met Tabisa! Yay! Ik heb eventjes opgemaakt, gedoucht, lala. Dit is wat ik aan heb. Een gestreepte trui over een lange, ja, maxi jurk is het eigenlijk. Maar ik vind het gewoon chill om er trui overheen te doen. En daaronder heb ik gewoon mijn Primark boots. Oh, de trui is trouwens van Forever 21. De jurk is van de H&M. Dus dat is even wat ik aan heb. Kom, we gaan ontbijten. Yes, ik ben op tijd. Maar alleen omdat mijn klok vooruit staat hoor. Dit is 10 minuten later. Maar ik ben wel op tijd. We hadden 9:15 afgesproken. Winning in life. Ik heb trouwens dit boek mee voor Avisa. Zo'n aanrader. Lees dit. Als je een beetje wil weten hoe de media werkt. En als je een beetje een beeld wil krijgen van het Midden-Oosten. Het is een fantastisch boek. Ik vind hem zo goed. Avisa! Good morning! Good morning! Ja. Ja, dit is echt heel leuk wakker worden. Even serieus, ik was gisteren gewoon... Ik was Moppamel. Het kind van Mopper, Smurf en Gargamel. Wow. Ja, en toen sprak ik jou en toen was ik helemaal vrolijk. Ja. Ja, en Avisa heeft... Wat is dat? Ik heb een... Het ziet er super lekker uit. Banana detox. En ja. Het zit dus banaan, soja yoghurt, bosbessen en rode vruchten nog. Oeh, en boekweit zie ik. Ja. Grotere boekweit volgens mij. Ziet er echt heel lekker uit. Ik ben heel benieuwd. Groot bordje ook. Ja. Heel, heel lekker. En ik heb een tartine. We zitten bij Le Pen Quotidien. Met geitenkaas en geroosterde groenten en dat soort dingen erop. Super lekker. Ik ben weer thuis. Ik zat even mijn comments te checken op de vlog van vorige week. Waarin ik jullie vraag of ik, ja, wat je ervan zou vinden als ik in het Engels zou vloggen. Mag ik heel even weer mijn waardering uitspreken voor... Voor jullie support. Jullie zijn zo lief. Zelfs, weet je, de mensen die zeggen, doe waar jij gelukkig van wordt. Ik kom hier. Ik moet je gewoon even een knuffel geven. Dat is zo lief. En ook de mensen die zeggen van, nee, ik zou het niet fijn vinden. Ik waardeer je eerlijkheid, weet je. Ik had toevallig gisteren met Stefan erover. Dat veel mensen, zeg maar, ja-knikkers om zich heen verzamelen. Ik ben absoluut niet zo'n persoon. Ik wil gewoon horen wat je echt denkt. Dus ik kan het ook heel erg waarderen wanneer mensen wanneer het
zeg maar, wanneer ze het niet met me eens zijn, dat ze dat ook gewoon durven te zeggen. En daar ook nog eens vet goede argumenten bij gebruiken. Weet je, als je over jezelf gewoon eerlijk durft te zeggen van, nee, ik kan niet zo goed Engels, of dat staat verder van me af, of ik weet niet zeker of je grapjes, of dat jij zo natuurlijk zal overkomen. I love it, dankjewel, dankjewel. Dus sowieso, als je een comment hebt achtergelaten, of ja, misschien een duimpje omhoog of omlaag hebt gedaan, dankjewel. Ik waardeer het zo, zo, zo enorm. En nog een keer, gewoon eventjes een knuffel. Want het maakt me gewoon blij dat jullie bereid zijn om überhaupt tijd uit je dag te nemen om überhaupt een video te kijken. Maar dan ook nog eens feedback te geven om gewoon met jouw gedachtes. Dankjewel. Een van de comments was, joh, probeer het gewoon een dagje uit. En dan kijken wij wel of wij het leuk vinden. En dan kan jij ook kijken of je het leuk vindt. Dat vind ik dus een top idee. Dat ga ik zeker doen. Gewoon één dagje uitproberen en dan checken we gewoon samen wat we ervan vinden. Even lunchen met de restjes van het avondeten van gisteren. En ik denk dat ik dit vanavond ook ga eten, want ik heb nog precies zo'n portie over. Super lekker. Het is de Mexicaanse one pan quinoa. Oops, I did it again. Ik heb een trucje gedaan. Het was zo lekker. Ik had echt zo'n soort van deken van vermoeidheid over me heen. Dus ik dacht, yo, ik ga eventjes lekker tukken. Als ik vanavond niet in slaap val, dan is het helemaal mijn eigen schuld. Maar ik heb nu wel echt een heel lekker tukje gedaan. Ik ga maar eens aan de slag met de video die echt lang overdue is. Kijk eens. Gaan we spelen. Wauw, echt. Weet je wanneer ik deze heb gemaakt? En hij is gewoon 95% af. En elke keer dan vond ik hem gewoon niet goed genoeg. Dus ik ga hem nu gewoon echt afmaken. En dan, ondanks dat ik morgen geen vlog heb, dan hebben jullie deze video. Wauw, wij zitten net, ik weet niet hoe dit programma heet, met Arie Boomsma te kijken. En deze jongen, hij is Antilliaans, hij heeft net zijn moeder en zijn ouders verteld dat hij homo is. Zo zielig. Die moeder zei, ik ga dood. Nee, zegt dat ze weggaan. Andere tante zegt dat hij het geheim had moeten houden. Oh, wat zielig dit zeg. Dat ze zich voor me schaamt omdat hij dit zo op deze manier gedaan. Ze dachten dat hier naar Tonerme gekomen om iets goeds te laten zien van het eiland, van de familie, van alles. En nu laat ik de hele wereld. Ik vind het echt goed dat televisie dit laat zien. We zagen gisteren ook een programma, ik geloof op TLC uit mijn hoofd, van I Am Jazz. Over een meisje dat eigenlijk al, ze is geboren als jongetje, maar ze wist al van kleins af aan dat ze transgender was. En het is zo zielig. Je ziet haar opgroeien en dan zie je gewoon hoe de wereld... haar ouders accepteren het wel en die helpen haar. Maar dan loopt er bijvoorbeeld een jongen langs die haar trans monster noemt. En deze jongen die zegt gewoon van, zit helemaal te huilen nu van, waarom mag ik niet gewoon zijn wie ik ben? Het breekt mijn hart. Dit soort dingen vind ik zo erg. Echt, leef je leven gewoon zoals je wil. En waarom voelen mensen die behoefte om voor andere mensen te bepalen hoe ze hun leven moeten leven? Als jij lekker met een vrouw of met een man in bed wil liggen, of als vrouw door het leven wil gaan, lekker effing boeien. Dit is iets wat mij heel erg frustreert. En ja, daarom is mijn religie liefde. Ik, I don't care wat je doet, wat jouw religie is, van wie je houdt. Als jij maar gelukkig bent en andere mensen gelukkig maakt. En het is gewoon niet nodig om elkaar zo pijn te doen. Stop, just stop. Oh, go mama. Go mama. Supergoed. Oh. Dit is het avondeten, de one pan Mexican quinoa. Dit is echt het laatste wat ik ervan over heb. En ik heb daarbij nog een salade gemaakt van komkommer, tomaat en witte kaas erbij. Lekker. Yay, Big Bang Theory. De vraag van vandaag is, wat is jouw advies tegen onzekerheid? De onzekerheid straalt van me af en ik ben het wel een beetje zat. Ik ben zo onzeker en verlegen. Schouders recht en neus in de lucht kan ik niet. Nou, dat snap ik helemaal, want dat heb je waarschijnlijk al een paar keer geprobeerd en je voelde je daar oncomfortabel bij. Ik denk dat je moet beginnen bij je oké voelen dat je onzeker bent. Wat er gebeurt namelijk met emoties
hoe harder je ze probeert weg te duwen, hoe sterker ze worden. Dus op het moment dat jij aan jezelf, je durft het nu al toe te geven, maar dat je er zelf soort van oké mee wordt van oké, ik ben onzeker en ik ben verlegen en ik ben daar oké mee en ik accepteer mezelf zoals ik ben, denk ik dat die onzekerheid al minder wordt. Want je bent het nu, zeg maar, je zegt ik ben het zat. Dus dan ben je daar heel erg over aan het opwinden, waardoor die emotie eigenlijk en die onzekerheid alleen maar nog groter wordt. Dus dat is de eerste. Probeer het een soort van te omarmen en daar een soort van oké mee te zijn. Wat ook heel erg helpt is, wat zou je je beste vriendin aanraden? Je moet je beseffen dat alles wat jij doet, dat jij je eigen grootste supporter en cheerleader bent. Dus probeer gewoon lief te zijn voor jezelf. En op momenten dat je je onzeker voelt, niet te zeggen, hey, hou eens op. En wat ben je suf. En niet doen, niet zo onzeker en verlegen zijn. In plaats van dat in je hoofd tegen jezelf te zeggen, probeer eens te zeggen van, lief schat, ik snap echt dat je onzeker bent en dat je verlegen doet. Maar wat als je nou dit zou proberen? Als je nou deze stap zou zetten? En als je merkt dat je dat echt niet durft, dan ook op dat moment niet forceren. Maar probeer eens die gedachtegang, die stroom van gedachten in je hoofd op te wekken, in plaats van jezelf constant te bashen. Wat je zegt van, ja, neus in de lucht en schouders recht, dat kan ik niet. Dat snap ik, want dat is heel moeilijk. Maar fake it till you make it en self-fulfilling prophecy, dat zijn bijna twee dezelfde dingen uit de psychologie. Dat werkt echt. En op het moment dat jij jezelf verzekerder gaat gedragen, reageren mensen heel anders op jou. Ik zal je een voorbeeld noemen wat voor mij heel awkward was, maar waar ik nu heel blij mee ben dat het me heel natuurlijk afgaat, omdat ik het zo vaak heb gedaan, is gewoon random lachen naar vreemde mensen op straat. Dat voelt zo vreemd als je dat de eerste keer doet. Gewoon. En je ziet zoveel mensen echt kijken van, ken ik jou? Moet ik nu teruglachen? Wie is deze weirdo? Maar dat zijn eigenlijk alleen maar gedachten in je hoofd. Want op het moment dat je het zo vaak hebt gedaan, merk je dat het eigenlijk helemaal niet zo is. En dat er veel meer mensen naar je teruglachen. Dus als je zegt van, neus in de lucht en schouders recht, dat kan ik niet. Probeer eens gewoon te lachen naar vreemden op straat. Probeer dat gewoon al. En daar overheen te komen. Het begint echt met super kleine stapjes. Ik snap dat je, zeg maar, van een verlegen, onzeker mens, wat ik ook ben geweest. Iedereen is, dat is ook weer zo'n cliché. Iedereen is onzeker. Iedereen is ook echt onzeker. Maakt niet uit hoe hard ze doen alsof het niet zo is. Iedereen is echt onzeker. Dus ik snap dat het heel moeilijk is om van die persoon naar een soort van outgoing, super zelfverzekerd persoon te gaan. Begin daarom met kleine dingetjes. Dus begin eerst hier door gewoon lief te zijn voor jezelf en niet jezelf te bashen wanneer je onzeker en verlegen bent. En begin, zeg maar, dat neus in de lucht en schouders recht. Dat is misschien net iets te heftig voor jou nu. Begin eens met lachen naar vreemde mensen op straat. Dat is misschien wat minder heftig dan als je bijvoorbeeld op school of op je werk ineens weer zo'n houding moet gaan aannemen. Ik hoop dat dit je een beetje in de goede richting helpt. Ik hoop het oprecht. Je mag ook een vervolgvraag stellen, want ik vind dit oprecht iets heel belangrijks. Iets waar ik zelf zo lang mee heb geworsteld. Want die, weet je, die acceptatie van dat onzekere gevoel, dat duurt zo lang. En niemand vertelt je hoe lang dat duurt, omdat het, ja, gewoon geen sexy verhaal is. Maar het is nou eenmaal zo. Dus ik hoop dat dit iets helpt. Ik ga nu slapen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Welterusten.